God in tijden van corona. Natuurlijk gaat het in tijden van crisis ook vaak over hoop. Hoop doet leven, zeggen we dan. We mogen de hoop nooit verliezen. Ja, regelmatig wordt er dan ook naar religies gekeken. Zijn religies eigenlijk niet de plek waar je hoop zou kunnen vinden? Ik weet niet helemaal zeker of dat zo is. Wil ik in dit filmpje verder over doordenken. Eind 2019 schreef de bekende denker Joris Luyendijk een boek over hoop. Het heet Hoop. En in dat boek komen verschillende denkers aan het woord die iets zeggen over hoop. Maar de aanleiding van het boek, zegt Joris Luyendijk in zijn introductie, de aanleiding van het boek was dat ik nou juist in 2019 alle hoop verloren was. Ik dacht, het gaat nooit helemaal goed komen met die klimaatcrisis. En ik dacht, we gaan onze gepolariseerde samenleving nooit weer een beetje op het rechte pad krijgen. En toen Joris Luyendijk bij zichzelf constateerde dat hij de hoop was verloren, dat hij in een uitzichtloze positie terecht was gekomen, toen dacht hij, nu heb ik hulp nodig. En hij vroeg 100 mensen naar hun mening over hoop. Er waren twee dingen in het boek van Joris Luyendijk die ik interessant vond. In de eerste plaats dat hoop eigenlijk begint op het moment dat alle andere opties uitgespeeld zijn. In dit boek geeft Luyendijk ook een definitie van wat hoop is volgens hem. En ik lees hem even voor uit de introductie. Het tegenovergestelde van cynisme is hoop, zegt hij. Waarbij je, let op, bewust de mogelijkheid openhoudt dat het toch nog goed komt. Dat je bewust de mogelijkheid openhoudt dat het toch nog goed komt. Het zegt eigenlijk vooral dat je eigenlijk geen enkele reden hebt om te denken dat het goed komt. Dat je inderdaad in een uitzichtloze situatie zit. En dat je dan op de een of andere manier tegen jezelf zegt, en toch hou ik de mogelijkheid open dat het goed komt. Het klinkt alsof hoop dan eigenlijk altijd iets volstrekt irrationeels is. Hoop komt aan het einde van de overwegingen. Als je geen opties meer kunt bedenken over hoe het verder moet, dan heb je misschien altijd nog hoop. Het tweede dat ik interessant vond was dat er heel veel antwoorden komen in dat boek. Maar dat eigenlijk heel weinig van die antwoorden echt gaan over grote theorieën of grote verhalen of religies die dan hoop zouden kunnen bieden. Eigenlijk komen al deze wetenschappers, al deze kunstenaars en ondernemers komen met een volstrekt individueel, klein, particulier verhaal dat hen hoop geeft. En vaak zeggen ze het er expliciet bij. Ik weet wel dat het een beetje gek is, maar het geeft mij toch hoop. En ik denk wel dat het klopt. Hoop is vaak iets ontzettend particuliers. Dat is iets voor mij en dat is niet vanzelfsprekend ook hoopvol voor jou. En waar de een hoop uit haalt, daar haalt de ander helemaal geen hoop uit. En dat vind ik een beetje het lastige als we zeggen religies bieden hoop in deze situatie. Natuurlijk is dat vaak zo, want er zijn veel verhalen of er is veel inspiratie in verschillende religies. Maar wat voor de een hoop is, is dat niet noodzakelijkerwijs voor de ander. Alsof religies of godsdiensten of dat soort ideeën een soort pil zijn die je kunt innemen en opeens heb je hoop. Ik denk dat als je zo over religie denkt, dat je eigenlijk niet goed in de gaten hebt wat dat is, hoop. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik naar mezelf kijk, dan is deze coronacrisis best heftig. Maar ik zit niet op een volstrekt uitzichtloze situatie. Zolang je nog denkt dat er andere opties zijn waarop je je verder kunt ontwikkelen, dan is hoop volgens mij nog niet zomaar aan de orde. En daar lopen we een beetje het risico dat als we praten over hoop, dat het een beetje een holle term is waarvan eigenlijk niemand precies weet wat het betekent en of we het eigenlijk wel nodig hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat door deze coronacrisis er geen mensen zijn die wel even niet meer weten hoe het verder moet. Het wil zelfs niet zeggen dat ik niet ooit ergens in mijn leven in zo'n uitzichtloze situatie terecht zal komen. En als ik in zo'n situatie terechtkom, dan hoop ik dat er hoop is. Maar ik weet niet van tevoren waar het uit zal bestaan. Ik weet alleen dat datgene wat voor mij uitzichtloosheid betekent, of wat het is om hoopvol te zijn, dat dat voor mij misschien geldt, maar dat het niet noodzakelijkerwijs ook voor jou zo zou gelden. Leuk dat je keek naar deze video. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat je reacties hieronder achter. Geef het een duimpje als je er wat aan had. En abonneer je op mijn kanaal als je het interessant vindt. Op mijn kanaal vind je nog veel meer video's. Bijvoorbeeld over filosofie van het islamitische denken. Over mijn boek Ongeneeslijk Religieus. En over een heleboel andere filosofen nog meer. Heb je een vraag of wil je me benaderen? Kijk dan even op mijn website. www.gerkotempelman.nl